Strikker dropt Wim de Dekker in de basis. Die moet als kapitein Antwerp leiden naar puntengewin. Maar al snel wordt duidelijk dat dat niet zo eenvoudig zal zijn. Vluchtschot van Rodriguez. De Roek devieert de bal in eigen doel. We zijn 3 minuten ver en Antwerp is al op achtervolgen aangewezen. Een kwartier later een snedige aanval van de thuisploeg. Ex-Spaans international Luis Garcia met de assist. Afif neemt die perfect op de slof. 2-0. Eupen mag doen wat het wil met Antwerp. De Grey Road komt overal een stapje te laat. Kijk maar eens hoe de Pandas deze aanval opzetten. Thomas verschalkt Boeks. 3-0 halfweg. Pijnlijk toch voor de supporters die 2 uur onderweg zijn geweest voor een afgang. Een weinig beterschap na de pauze. 3 minuten ver en Courtois alleen op Boeks af. Het doelpuntenfestival aan de keerweg blijft maar duren. 4-0. Eupen neemt dan toch wat gas terug. Dilalo mag in de slotfase nog de eerder scoren van op de stip. Maar het is slechts een pleister op een houten been. Mochten er nog believers zijn voor de derde periode, dan weten zij ook nu beter. Eupen Antwerp 4-1.